Dag kijkers, bent u ook zo benieuwd? Hoe ziet die rollenronde er nu uit? Wat mogen we verwachten van die ronde van mannen vanuit hun kot? Die virtuele ronde van Vlaanderen, er is al heel veel over te doen geweest. U ziet dat wij van de partij zijn, dat José er nog altijd zeer patent uitziet, ondanks een lang radiogesprek van de middag. En we gaan zo meteen eens kijken naar wat er te zien is on the field. We zitten thuis bij Betiol, dat is in Lugano. We hebben De Gendt in beeld. Evenepoel is aan de opwarming bezig. Lampaard houdt het even stil. Dan zien we Matthews, dat is in Monaco. Maassen is ook klaar. Roach is nog iets aan het bijstellen. Stuiven, Stibar, Teunissen in een laat gesprek. Van Aert nog eens heel even de bandenspanning aan het controleren. Van Avermaet na een fikse opwarming nog eens even drinken. We kijken naar het parcours. We starten in Ronse. We nemen de Kruisberg en de Hotond. Dan dweilen we naar de Oude Quaremont. Dat is een bijter van 2,2 km. En dan gaan we vrijwel onmiddellijk door naar de Paterberg. Dat is daar. Dan zakken we razendsnel naar Kerkhoven. Daar pakken we de bocht en hebben we dat lange rechte en redelijk kromme stuk naar Oudenaarde. En u zult zien dat Oudenaarde er best vreemd uitziet. Het heeft vaak veel van futuristische aspecten. Wie doet mee? Bettiol, De Gendt, Evenepoel, Lampaert. Wat een klinkende namen. We hebben ook Matthews, Naasen, Roach, Stuyven en Stibar. En we sluiten af met Mike Teunissen, Van Aert, Greg van Avermaet en Tim Wellens. 13 mannen van wie je zou mogen verwachten dat zij in zo'n topklassieker een rol van betekenis spelen. Nog eens checken waar ze mee bezig zijn. De Gendt eet, niet onbelangrijk, ook voor een opdracht, José, van 32 kilometer moet je daarmee bezig zijn. Ja, als we de Gendt bezig zien, dus voor de eerste keer denk ik dat de Gendt toch een of andere manier van opwarming doet. En hij moet niet komen vertellen dat hij nooit opwarmt, want deze keer is hij toch al bijna een uur bezig. Ja, 3 minuten, dat zou volstaan, maar nu inderdaad een uur. We gaan ons focussen op de man links bovenaan, Bettiol. De enige bij de 13 die de Ronde van Vlaanderen al won. En als De het Tour goed of zit, hebben we Flanders. hem hier nu te pakken. Does it inspire you? I'm really curious of what it will be. I think it's going to be a really good show, and this is the most important thing, no? That the people will enjoy the new version of Ronde van Vlaanderen. Of course, it's not the same as the real one with that everybody hope to race, but I think it's a good alternative. It's a new thing, and I'm excited, really excited, as I think also you and all the people fan of cycling. It will be full ahead from the start, you know. Of course, of course. Vanzelfsprekend gaat het volle bak zijn van bij de start. En hij hoopt op een goede show en dat u daar met volle teugen van geniet. Dat gaat ook hij proberen te doen. Al zal hij zich natuurlijk danig moeten inspannen. De naad uit de broek rijden om zijn overwinning van vorig jaar over te doen. Dan krijgt u een beeld van de start. Ze staan netjes opgelijnd. U krijgt ook links bovenaan de namen in beeld. De man met een geel vlakje, dat is de man die op dat ogenblik in de kijker rijdt. U ziet ook dat de verschillen duidelijk meetbaar zijn. We gaan eens kijken naar, luisteren naar Teunissen. Wout van Aert zei de voorbije dagen: watch Teunissen, want hij slaapt op dit systeem en neemt het mee naar zijn bed. Goed. Ik vind het altijd wel mooi, dit soort dingen. Alleen, ja, goed, dit is nu wel eventjes Maar is het een zo? ander verhaal, denk ik. Want nu speel je eigenlijk tegen, of nu rij je tegen. Nou ja, goed. Ik heb hier eigenlijk vrij weinig op geoefend, moet ik zeggen. Het was natuurlijk heel mooi weer en ik ben toch nog maar wat ritjes buiten gaan maken. Maar nou ja, goed. Ik denk wel dat ik het systeem onder de knie heb. Maar ja, het komt uiteindelijk toch aan op hard trappen en de beste zal toch wel winnen, denk ik. Daar heb je Teunissen in een soort van mancave. Die ventilator, José, die is essentieel, hè? Ja, heel belangrijk. Hè. Elke training die je doet op de rollen, op de home trainer, moet er in principe een ventilator bij zijn om de afkoeling van het lichaam te verzekeren. Dus anders ga je te veel, te snel de hartslag in de hoogte jagen. Dus een heel belangrijk gegeven. Oliver Naassen was goed gemutst. Oliver Naassen zou je al getraind hebben vanochtend. We gaan eens luisteren naar wat hij te vertellen heeft. L'imbattibile, hij die niet verslagen kan worden. Bye. Dat zijn mooie woorden.
Ja, ik lees van jou, ik ben super. En laat de anderen maar zand in de ogen strooien. Ja, iedereen is goed in vorm nu. Oh ja, als ze het ook getraind hebben tenminste. Het was een moment om te scoren, dus ik denk dat iemand met slechte benen op zijn rol gaat krijgen. Wat overleeft nu bij jou? Het gemis van de grote echte ontmoeting of toch de ambitie naar dit alternatief? Het gemis, zonder twijfel. Als ik hier op de achtergrond naar mijn televisie kijk, als ik de editie van 2017, deze week zat ik te kijken naar de ronde achter de schermen. Dat doet toch echt wel zeer, dus dat is niet hetzelfde natuurlijk. Maar het is mooi dat we toch een alternatief kunnen aanbieden. Daar is hij. Toch wat in zichzelf gekeerd. De nek een beetje rechten, focus behouden in het beseffen dat het er zo meteen gaat losbarsten. Hey, dag Oliver, het mogen je goed gaan zo meteen. Gaat hij een bondgenootschap smeden met Van Avermaet, José? Ja, ik denk dat ze vooral kunnen profiteren. Hè. Er is inderdaad een voordeel wanneer je in iemands wiel kan zitten. Dus er zijn nogal wat koppeltjes bij. Er zijn zelfs een trio bij de mannen van de Koning Quickstep. Dus die mannen gaan we moeten viseren. We gaan nu luisteren naar Zdeněk Stibar. Het is een wonderlijke man. Hij is altijd goed gemutst, altijd veel humor. Hier heb je hem. Het zou best kunnen dat jij straks een wereldprimeur wint. Dat hoop ik. Dat zal echt, echt tof zijn. En ik moet heel eerlijk zijn. Als de idee kwam naar boven, ik dacht, waarschijnlijk is dat iets van Sporza 1 april. Dat gaat nooit lukken. Wij gaan meedoen. Hè. Dat is alles voor fun. Maar ja, nu zitten wij hier. 1,5 uur voor de koers. En dat gaat echt gebeuren. Dus dat gaat echt spannend zijn, denk ik. Daar zit hij. Ze zijn er wel op voorzien bij Lefevre, hè? Overal. Ja, ja, al die mannen zijn met drieën. Patrick heeft zijn werk gedaan, heeft mensen rondgestuurd om een banner, als ze die al niet in huis hadden, dus toch ter plaatse te brengen. En gelijk heeft hij natuurlijk. José, wie is jouw favoriet? Goh, de Sporza-kijker en de Sporza-volger hebben mogen stemmen. En die hebben met massaal voor Remco Evenepoel gestemd. Samen met Thomas de Gent gaan die mannen met meer dan 50% van de stemmen lopen. Dus dat zullen ze in principe moeten worden. Maar het is nieuw, het is voor iedereen nieuw. Dus we kijken er naar uit van, of er toch iemand is die kan profiteren, vanuit het wiel kan komen en misschien met een sprint, wat we niet verwachten. Wie weet. Wordt het een allerindividueelste expressie of wordt het tactisch? Wel, dat is nu de grote vraag. Hè. Voor mij nieuw, voor jou nieuw en ook voor deze mannen die daar aan de start staan, nog altijd en ook nieuw. Gaat er in groep gekoerst worden? Gaat men steun bieden? Gaat men profiteren? En wie gaat er dan profiteren? Het is voor mij echt, echt, echt koffiedik kijken. Maar die koffie, dat is hier virtueel, want ik heb geen koffie. Hier hebben we een goed lakse Greg Van Avermaet, die klaar is voor zijn zaak. Greg Van Avermaet voor CCC. De ploeg die in de Penari zit, het bedrijf dat het dicht bij een faillissement aanleunt, José, in barre tijden. Ja, en dat zal zeker niet makkelijk zijn voor Greg om zich nu te proberen concentreren, maar hij moet er toch maar alles aan doen. Hij heeft al heel veel en een mooie carrière achter de rug. En wanneer er dan een beetje of moet ingeleverd worden, ja, dan zullen ze dat toch maar moeten doen, denk ik, om CCC op de markt te houden. Iedereen heeft zo zijn manier om nog even de spanning weg te houden. Ik zat ooit naast Sébastien Leup in zijn Citroën aan de voet van de muur van Gerardsberg. En die nam nog een gsm'tje aan op 30 seconden van de start. En toch reed hij een toptijd. Ja, maar hij is dan ook 8 keer een wereldkampioen geworden of zoiets. Of misschien wel meer. Ja. Hier hebben we Michael Matthews. Die moet voldoen aan de op-hokplicht. Mag niet naar buiten om te fietsen. Ik neem aan om boodschappen te doen. Maar voor de rest moet je het hier mee doen. Heeft hij een voordeel? Ja, een voordeel in die zin dat hem dus die rollen wel echt wel de laatste weken gebruikt heeft. Tot en met deze man heeft die een voordeel. Ik denk het wel, want die knalt altijd op de rollen. Rollen. Er zijn er nogal wel wat. Hè? En bij de verschillende fabrikanten heb je dan ook nog eens gewone systemen, geavanceerde systemen. Maakt dat het verschil? Dat zou kunnen, maar dat zou eigenlijk niet mogen het verschil zijn. Hè? Normaal gezien gaan we ervan uit dat alle rollen... Oké, er kan misschien een kleine afwijking zijn, maar laat ons hopen dat we daar niet moeten over spreken. En dat de beste, misschien wel de slimste,
gaat winnen. Want we dachten voor de start van hier is het alleen maar geven, trappen. Ik ben toch benieuwd of er niet een klein beetje kan geprofiteerd worden en of de slimste niet gaat winnen. Ja, het zit in het systeem ingebed dat je aan het wiel, in het zog, dat je een pak minder wattages moet kwijtspelen dan helemaal vooraan aan het front. 38% bij 30 km per uur in het wiel. En wanneer het sneller gaat dan 30 per uur, dan zou het tot 40% opleveren. 40% winst, dat is echt wel veel. We zijn benieuwd. Ik moet zeggen, ik ben nerveuzer dan bij een gewone Ronde van Vlaanderen. Het is mormel in de achtergrond. U zult zeggen van, is dat nu Vlaanderen? Wel, beeld u in dat dit Vlaanderen is na de opwarming van de aarde. U zult straks ook hele bosjes van vreemde bomen zien. Olijfbomen, José. Ja, het is eigenlijk eerder Spaanderen dan Vlaanderen. Ja. Het zijn landschappen die wij gewoon zijn in het noorden van Spanje, in Galicia of in Asturias. Het is wel een gevriemel, hè? Ja, ze weten, ja. Ze zijn een beetje hersteld. Ze zijn op de rolwandrij, zijn misschien naar elkaar aan het kijken, uiteraard naar elkaar aan het kijken. En positioneren, nee, afwachten, kijken. Eén geluk hebben ze. Ze kunnen elkaar niet aanraken, ze kunnen elkaar niet omverrijden en ze kunnen zelf ook niet vallen. Want anders zou dat door dat geharrewar toch wel wat geven, denk ik. Ik moet zeggen dat de urbanisatie van Ronse buitengewoon mooi hoort. Verlaten ja, maar dat stad wordt straks anders, hè, Michel. We gaan de kasseien oprijden. Ja, en dat gaan we niet voelen. Hè. Maar ze gaan wel die hellingsgraad van de kruis, die gaan ze wel voelen. En een aantal van de testers van vorige woensdag hebben gezegd van het voelt Jan Dori zwaarder aan dan in het echt. Ja, inderdaad. Dus wat woensdag bij de test die we gedaan hebben en ook de renners gedaan hebben, als eerste zo'n beetje even kijken, even lachen. We zagen daarnet Stibar met een heel mooi verhaal wat leek op een 1 april grap, is 5 april de waarheid en nu is het voor echt. Dus stuiven die binnendoor naar voren glipte. De eminente winnaar van de omloop het Niesblad, wat deed hij dat fantastisch in die sprint met Lampaard. Mannen hielden toen Kroal Andersen van zich af. En Kroal Andersen was echt wel goed op drijven. Dat heeft hij dan bewezen een week later in Parijs-Nice door daar Jan Dori de tijdrit te winnen. Hoe zou het nu zijn met Kroal Andersen? Het is koffiedik kijken, hè? Hoe goed zijn die mannen? Hoe goed zijn ze gebleven? Ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Sommige de ene zal het al een beetje gemakkelijker hebben dan de andere. Van naast weten we wat hij allemaal uitgespookt heeft. En er zijn nog wel een paar anderen die marathontrainingen gedaan hebben. Is dat goed geweest voor deze korte inspanning te leveren, dat gaan we pas binnen een half uurtje weten. Jij zei vorige woensdag, magerder gaan ze hier niet van worden. Nee, dit zijn suikers. Hè. Dus hier het suikerverbruik, hier, dit is bijna tegen de maximale inspanning aan. Dus dit is puur en alleen op suikers. Dus aan eiwitten heb je hier geen nood op dit moment. Tenminste, toch weinig. Maar wel veel vocht verliezen. Veel vocht verliezen en van daaruit dus die ventilator om, zoals sommige Remco Evenepoel buiten staat, is op zich wel, alhoewel met die warmte, is dat nu ook niet echt een super voordeel. Ja, daar zal toch wel over nagedacht zijn, dat heeft hij uitgedokterd. Hè. Daar sta ik goed. Misschien is er ondertussen een zuchtje wind, we weten er niks van, want we zitten al netjes bij elkaar op de redactie met voldoende afstand respecterend. En we hebben van buiten geen weet. U krijgt hier een beeld van het voorgeborgde van de Kruisberg. En dat is de Kruisberg helemaal. Dat zijn de opnames die we nog recent uitgevoerd hebben om toch maar een beter idee te geven van waar de renners op die toekomst mee bezig zijn. Het gaat bergop, José. We komen hier op de aansluiting en dan gaan we straks linksboven wegduiken naar Hotond. En dat is voor mij een van de lastigste stukken van de Ronde van Vlaanderen sinds de recente editie van 2012. Ja, vooral omdat het eigenlijk geen lange klim is. Hè. Je komt hier boven, je moet hier bijschakelen. Normaal gezien dan toch naar die grote versnelling en dan een eind verder draaien linksop. We hebben daar in het verleden al Sepp van Marken en nog wel een deel anderen zien kraken. We hebben er ook zien wegrijden. Terpstra bijvoorbeeld. Dat is toch charmant van de Spanjaarden, want Be Cool is een format vanuit Spanje. Dat ze daar Flanders op het wegdek geschilderd hebben, met dank daarvoor. Ik neem aan dat over een jaar of 10 dit landschap ook echt een Vlaams landschap is, zoals de kruis er echt uitziet. Ja, met opwarming van de aarde kunnen we daar misschien in de toekomst wel olijfbomen krijgen. Ja. Evenepoel herkenbaar aan de rode helm, dat is interessant.
Want eigenlijk zien de poppetjes er allemaal hetzelfde uit. Het is Bettiol die overneemt, dat is een makkie. Bettiol is de enige renner van Education First. Ik vind het eigenlijk wel charmant dat hij meedoet. Ja, die gaat natuurlijk Evenepoel niet laten rijden. Nee, Michel, je kent dat verhaal, hè? Evenepoel, Bettiol. Wordt dat nu een beetje aangedikt? Nee, ja, dat is de voorbije dagen een klein beetje opgeklopt. Dus het verhaal van vorig jaar dat Remco een interview zou gegeven hebben. Van we gaan hem deze keer of volgende keer niet zomaar laten wegrijden. Hij zou namelijk op de bus na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen gezegd hebben van Lampaard moet daar wat los, zie ik. Zou je gezegd hebben op de bus van waar waren die mannen van Quickstep nu? Ja, 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 maar er zijn nogal zaken gezegd op de bus in het eerst van de strijd of na een overwinning. Hebben we nog wel mensen bezig gehoord. Dus een aanwijzing, Lampaard wordt daar met het nummertje 12 aangeduid in een geel vakje. Hij is in beeld en moeten we nu gaan schakelen. We gaan naar Bettiol en naar Evenepoel. En dan krijgen we hier een exacte weergave van de posities. Bettiol, Evenepoel en De Gendt. En het is toch best leuk dat die mannen daar al aan het batteren zijn. Olijfbomen. Zoals aangekondigd. Ja, 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 inderdaad. Die mannen daar met z'n tweeën weg. Met z'n tweeën weg. Het is nog vroeg, maar we hebben wel al toch een stuk van de eerste beklimming achter de kiezen. Dus we gaan richting Oton. En benieuwd of deze mannen de handen in elkaar gaan slaan. Ik verwacht op de oude Quaremont ook geen uitfladderende jasjes. Nee. Ik denk ook niet dat ze het parcours zo aangepast hebben dat er tenten gaan staan. Bettiol die vorig jaar met de Ronde van Vlaanderen zijn allereerste overwinning op zijn konto schreef, op zijn eerlijst. Het is straf, maar het is wel echt waar. Heeft er dit jaar eentje bijgevoegd. Hij won de slotuitrit in de Ster van Bessage. En dat was zeer, zeer nipt. Hier krijgen we de Hotond. Dat is een zone die ook voor de cyclocross-liefhebbers geen geheimen heeft. Boven heb je nu rechts een hotel. Dat gaan we hier links in de uitsnijding niet zien. Lastig stuk, vooral als je natuurlijk al 230 kilometer achter de kiezen hebt. Hè. Ja, nu ligt er natuurlijk iets anders. Het is onmiddellijk na de start, zullen we maar zeggen. Terwijl we het erachterop toch een deel renners zien terugkomen. Dat zou de Gendt niet laten gebeuren. Roach. Dus, Roach is eigenlijk Remco helemaal... Een klein beetje voorsprong neemt. Roach is eigenlijk helemaal on-Ronde van Vlaanderen. Ik heb hem nergens gevonden op een startlijst. Maar opgelet, als hij zijn tanden in iets zet, dan is het een taaie vent. De jonge man van ondertussen toch al 35. Evenepoel rijdt Bettiol wat op afstand. Roach op 4, Welles op 5. Is dit een afstand voor Welles als ik het naar een tijdrit doortrek? Of is dat net iets te ver? Oh, normaal gezien moet dat wel kunnen, vooral gezien de hoogtemeters en de lastigheidsgraad die daarin zit, moet toch wel in principe voor wel eens zijn. We kunnen er toch van uitgaan, dit zijn geen kasseien. Toch niet het gevoel hebben ze niet van de kasseien, het gaat bergop. En dat moet voor een type renner als wel eens toch wel in zijn mogelijkheden liggen. Ja. Ik zag dat Bettiol op de trappers ging lopen om weer wat aansluiting te krijgen bij Naassen. We zoeken en vinden Wout van Aert, daar verscholen onder de kruinen van de bomen. De Spaans-Vlaamse bomen en Van Aert zit daar wat geïsoleerd. Lampaard in zijn rug op 14 seconden en hij zelf op 8 seconden van Greg van Avermaat die op plaats 10 geposteerd zit. Vlak achter Oliver Naassen aan. Ja, toch maar uitkijken van niet te veel naar elkaar te kijken natuurlijk. Het is hier geen strijd tussen Van Avermaat en Naassen. Ze zouden misschien eerder elkaar beter kunnen gebruiken dan een beetje naar elkaar te kijken. Alhoewel ze samen hebben ze anders. Een rugnummer 14. Dat is een Be Cool renner. Dat doet Be Cool nog wel eens in extremis een vreemde trawant erin gooien. Hier krijgen we in de uitsnijding de man in actie. Zo ziet het er thuis uit. En het wordt dus perfect gerelateerd aan het beeld dat u daar ziet. Ja, Be Cool is nummer 14. Dus die doet niet mee. Die zit ergens, hier zien we... Verwrongen in de start. Even een boel aan de lijn. Mee. De Gendt is hier. De mannen komen aanvullen. De Gendt, ja, het ideale scenario. Bettiol gaat er wel ver mee in op. Hè.
Ja, 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 het ideale verhaal voor vanavond, voor de Gent natuurlijk. Hij moet die niet wringen. Hè. Dus dit is zijn, wel zijn moment voor een Ronde van Vlaanderen te rijden. Betty Jol die thuis ook kan trainen. En als die dat doet op het parcours van pakweg het WK van 96 met de Comano en de Crespera, dan zal hij hier wel klaar voor zijn. Waren ja, dat veel zal forse hellingen zeg? Ja, veel zal natuurlijk afhangen van in hoeverre ze echt met dit verhaal zijn bezig geweest. Sommigen lieten uitschijnen van niet, maar de meeste dan toch wel weer wel, denk ik. Zoals bijvoorbeeld Roach. Deze Roach die terugkomt. Nicolas Roach. Geruchten, het zijn meer dan geruchten, zeggen mij dat vader Roach terecht is. Dat is een goede 2,5 jaar zoek geweest. Geen spoor van hem. En nu zou hij toch weer, ja, laten we stellen, onder de mensen zijn. Steven Roach, ex-winnaar van zowat alles wat je winnen kon. In dat fameuze jaar van hem. We zagen dat zeg net maar. Goed in beeld. Dus de mannen daar recht op de pedalen. Het gaat bergop. Dus ook de Gent zagen we daarnet. BTO recht op de trappers. Ook nog de Gent is om die benen toch een klein beetje zuurstof te geven. Een klein beetje te ontspannen. Ja. Het petje van de Gent stimuleert me danig. Ja, dus vooral ook om het zweet toch niet in de ogen te laten lopen. Dat tenminste dat hem het parcours in de gaten kan houden en ziet waar hij rijdt. De Gent is actief in Semmerzaken en doet dat gewoon in zijn kelder. Al heeft die kelder meer wat van een museum. De achtervolgers met Naassen en Van Avermaat met Welles die de kop nu aan Naassen overlaat. Van Avermaat die in het zog van zijn wapenbroeder kruipt. Durf je nu al voorspellingen maken in de zin van de drie vooraan, zoals jij dat zegt, of de vier, zijn scheuten? Of nee, wacht maar tot de kware mond? Ja, ik zou zeggen, wacht dan nog maar, want de mannen die hier achteraan zitten, dat groepje van vijf, van zes moet ik zeggen, met naasten erbij, die willen ze dus toch maar zo niet laten rijden natuurlijk. Vooraan gaan ze misschien met drie en een beetje naar elkaar kijken. Zoals ik al zei, de tijdsverschillen of de lengteverschillen die je in beeld krijgt zijn niet te meten vanaf de eerste, zijn te meten vanaf de voorganger. Maar dat had ik wel gezegd. Nog eens een goede doorsnee, zoals de mannen dat ook voelen, onder de wielen. Dat is wel een zeer vernuftig systeem. Ze zijn bezig aan die snelle afdaling richting beneden helemaal. Ze moeten dan zometeen wel linksop, richting Ronde van Vlaanderenstraat. Of hebben we die al gehad? Ik denk dat we die gehad hebben. We zijn richting bergaf. Bergaf aan het rijden. Ik denk dat we net begonnen zijn aan de afdaling. Dat wil zeggen dat we hier in de zone zitten waar Van der Poel vorig jaar een post pakte. In de helemaal van beneden. Dan. Inderdaad, helemaal beneden. En dat was nog een stukje verder. Van het einde, dat was toen op een dikke 50 kilometer van het einde. Wat een achtervolging was met dat. Roach, Betty Jol, Evenepoel, de Gent. Ja, toch maar een beetje zweet afkuisen, want het begint natuurlijk te komen. Roach en Betty Jol, de onverwachten, hè? Ja, inderdaad. Zo zie je maar, hè. Dus in de pool die er georganiseerd werd, kwam Roach helemaal niet met moeite, zelfs aan 1% van de stemmen. En hij komt diegene die daar aan meegedaan hebben toch eigenlijk verrassen. Rechts in de uitsnijding datgene wat ze te wachten staat, de Kwaremond. Zo zoetjes aan op het meer lastige stuk, waar het verdomd lastig inhalen is, vooral aan de linkerkant, omdat je daar wat wegdokkert vanuit het midden van de kasseien. En dat je daar ook een dikkere kans loopt op lekke banden. Maar daar is hier nu toch geen sprake van. Tenzij José nu zegt, opgepast daarmee. Hè? Nee. Het enige dat er kan gebeuren op zo'n op die rollen is dat de ketting op een of andere manier problemen krijgt op het versnellingsapparaat. Terwijl we hier dus inderdaad de demarrage zien van Naassen. Teruggekomen met Van Avermaat. Ja, Skroek. De twee zijn dan toch bijeen. Hier, Kwaremondplein, passage Kwaremondplein. En dan kun je weer lekker groot leggen. Dat moet je als je met de allergrootste wil mee blijven doen. Ja, maar daar zijn we nog altijd niet. Hè. We zijn nog altijd bergaf aan het rijden nu. Hier, dat is wel hetgeen ze straks voor de wielen krijgen.
als ze daar toch maar rekening mee houden. We zijn een goede 16 minuten aan het fietsen, zeg maar knallen. U zag daar straks al wattages dicht tegen de 400 aan. Het gaat snel, hè, Michel? Als je de 400 watts haalt in een ritje, een test van 20 kilometer, dan mag je jezelf al een kanjer noemen. Dan mag je inderdaad jezelf een kanjer noemen, ja. Dat absoluut. We zijn beneden. Ze zijn beneden. Zitten waar je dat mag verwachten. Ja, inderdaad. Ze zijn mee. Het verloopt anders dan ik verwacht had. Ik dacht, dat wordt ieder zijn ding. Helemaal apart. Iedereen los van elkaar. Ja, voor mij, het verhaal daarvan, het voordeel wanneer je daar in de wielen kan zitten, ja, dat doet natuurlijk, dat de drafting zoals ze dat noemen, ja, dat doet natuurlijk alles andersom draaien. Nee, mocht het inderdaad man tegen man zijn en zonder voordeel, dat maakt het juist mooi in dit verhaal. Dus er is men gaat echt het is virtueel, maar men gaat toch de koerssituatie een beetje benaderen. Ik kijk naar het kopje van Avermaat en dat ziet er nog altijd glanzend uit. Hij blinkt in zijn vel, zoals ze dat zeggen. Ja, met het mensen mag niet gespeeld worden op dit moment. Mensen sturen mij een sms'je. Ik ben buiten aan het trainen, weliswaar op mijn rollen. En ik ben ondertussen naar jullie aan het luisteren. En het is plezant zo. Men ervaart toch, men doet in deze wat aparte tijden toch ook wel aparte dingen. Ja, het is ook voor ons ook een korte. Wat we normaal 6-7 uur aan bezig zijn, doen we nu op 40 minuten. Dit zijn achtervolgers. We zitten bij Mike Teunissen. Daarvoor zit Welles met Jasper Stuyven. Stuyven zit na dat uitmuntende begin in de omloop het Niesblad natuurlijk al een hele poos in Monaco. En heeft daar niet de kans om buiten te trainen. Moet het dus allemaal op zijn home trainer doen, op zijn rollen. Dit moet Matthews zijn die daartussenin hangt. Michael Matthews, die niet aan de testen kon meedoen vanwege een gebrek aan fiets. Hoe kun je dat nu aan elkaar knopen? Ja, inderdaad. Ja, zeg het maar. Hè. Ja, fiets weet ik niet. Ik weet niet of het een fiets was of het de home-trainer of de rollers waren. Toen. Ah ja, dan was het een fiets. Misschien zat hij wel te wachten op de meest geschikte fiets om hier aan mee te doen. Om dat uit te testen. Ja. Maar renners beschikken natuurlijk over verschillende soorten fietsen. En misschien was de Ronde van Vlaanderen fiets niet aanwezig. Ja, je zegt wel iets. We gaan richting Quaremont. Waar we daarnet al een voorsmaakje van gehad hebben. 2 kilometer 2, 4% gemiddeld. Maximum stijgingspercentage 11,5. Dat zit er bij wielertoeristen met heel veel ervaring echt al ingedreund. We gaan naar de 500 watt. Naast een fanatiek. Ik ben benieuwd naar dat algemeen gemiddelde straks. Ja, naar duurtijd, vooral, ja, van 32 kilometer op dit terrein, wat denk je? Duurtijd in totaal? 40 minuten, 45 minuten. Ja, daar zo ergens tussen. Dat is ook nieuw voor ons, hè, en ook voor die mannen. Maar we gaan direct weten, hè. We gaan bergop rijden. Betty Jol is wat fanatiek van stapel gelopen, zeker? Of heeft hij nog ergens een tweede adem in petto? Van Avermaat naar de kop gaat zijn copain aflossen. Dat voelen ze, hè? Als we dit nu in de uitzending gezien krijgen. Kijk eens naar de Gent, kijk eens. Ja. Hoe traagzaam dat maalt. Ja. Ja, Evenepoel linksboven daar toch nog een vrij kleine versnelling. Dus die heeft nog wel iets wat reserve, denk ik. Maar met een Thomas de Gent ben je nooit thuis. Alhoewel hij thuis zit. Roach die wat lijkt te forceren. Zet zich wel aan de kop. Evenepoel naar plaats 2. Nog altijd met dat kopje in de nek. Oorlijk vooruitkijken. In de zin van, ik krijg dit wel onder de knie. Voel me echt goed. De Gent met al zijn ervaring. Nu overgenomen. Lichtjes afgescheiden zelfs. Oh, met die grote versnelling recht op de pedalen. Het afzien is begonnen, hè? Ja, het is bezig, dat mag je wel zeggen, ja. Kijk maar naar BTL. Ja, die in de heeft problemen zich gezet, daar hè? Waar hij. Die heeft zich geplant. Daar waar hij vorig jaar wegreed. Moet hij nu passen.
na een formidabele actie van Marke als inleider toen. Ja, die miste hij, hè. Dus zou Van Marke hier geen zin in gehad hebben? Het is zo dat de meesten die hierin getekend hebben, dat die er wel zin in hadden. Maar er zijn er ook die aangeduid zijn. Bijvoorbeeld Nicolas Roach, die is door de ploegleiding, door het management van Sunweb aangeduid. Niet als Chinese vrijwilliger, maar toch, van we zouden graag hebben dat jij onze kleuren gaat verdedigen. Tenissen op 8 op inhaaljacht bij Tim Willis, herkenbaar aan de gele helm. Een van de twee mannen van de Lotto. Zijn kopman zit helemaal vooraan. Teunissen in Brussel vorig jaar winnaar op een vloeiende manier van de eerste etappe in de Tour. En dan Sander Daags nog eens prijs in de ploegentijdrit. Wat een opener was met dat. Van Aert op plek 10. Het is wel zo dat Wout van Aert door zijn trainer in rustmodus gedwongen is, José. Ja, dat is natuurlijk wel het verhaal bij de meeste renners, of toch bij veel renners. Ja. Ze hebben weet gekregen van wanneer er terug in principe mag gekoerst worden. En dan komt natuurlijk het tweede verhaal. Wat is het volgende programma? Welke is de eerste data waar die renners echt aan gaan beginnen? Dus ik kan me voorstellen dat er een deel in een soort lockdown zitten en pas aan het echte werk gaan beginnen wanneer het dichterbij komt. Nog altijd met 5. Evenepoel die er tracht van weg te komen. Is dat dat lange uitlopende stuk alvorens we zakken naar de pater? Ja, ik denk dat we stilaan inderdaad daar de café-gedeelte voorbij zijn en dat we aan de tenten daar ergens in de buurt komen. Van cafés ken ik niet zo. Buiten gaan kijken. Ja, daar boven rechts op dat plein, hè, heb je toch die cafés daar? Noem ze. Ik zal eens kijken of het op mijn blad staat, maar ik denk het niet. Evenepoel is de boel aan het forceren. Je ziet het duidelijk ook aan zijn lichaamstaal. Wat klinkt dat fantastisch, dat geklik-klak in de achtergrond. Ja, dat is een stuk zijn ding natuurlijk. Het gaat niet echt op kasseien, dus kan hij met zijn relatief lichtgewicht, dat hij Evenepoel is, 62 kilogram. Is dit? Is een kilo. Zeg maar. Ja, er is een kilootje bijgekomen. Het waren er normaal 60, 61, maar het zijn nu 62 voor Remco. Tussen José en mezelf zit een kleine delay. Vandaar dat het altijd wat wachten is alvorens in te pikken. Is dat zijn unieke kans om de Ronde van Vlaanderen eens te winnen? Ja, misschien wel. Hè. Misschien wel. Misschien gaat hij later in een later leven, in een latere carrière of in een verdere aanzet van zijn carrière misschien nog wel eens iets meer Ronde van Vlaanderen renner worden, dat weten we niet. Voorlopig liggen de doelstellingen toch wel een eind anders op een ander terrein, laat ons maar zeggen. Ik grijp terug dan toch naar jouw cafés, Palet en Café in de Zon. Maar dat was op het Quaremontplein, José. Ja, Quaremontplein, ja, inderdaad. Waar Suzanneke nog tot haar 87ste tapte. Naassen is goed. Naassen haalt rendement van zijn tochten van 320 kilometer en meer. De Gent, verstandig. Maar waar gaat de Gent wegrijden? Ja, puur op de power misschien. Pas op de Paterberg. De Pater is niet de Pater nu. Hè. Ik bedoel, het is wel de Paterberg. Je moet wel die vermogens rijden. Maar je moet niet op die kassei. Je zit niet in die houding. Dit is toch een totaal ander verhaal dan in de realiteit. Het leunt er dicht tegenaan. Wat wattages zal het er zeker tegenaan leunen. En benieuwd wat dat gaat geven. Of we hier naar het einde toe misschien toch nog een tijdrit krijgen. Maar dit is in ieder geval niet wat we direct verwacht hadden, toch? Kijk eens naar de verkramping op het aangezicht van Oliver Naassen. En hier, Matthews, is even moeten gaan puffen. Het gaat hier wat rap voor mij. Ik ga er even bij halt houden. En ik vermoed dat dit een kwestie is van een technisch mankement, schakelproblemen op zijn systeem. Zie je wel die fiets wat laat toegekomen? Ja, inderdaad, wat laat toegekomen. Niet de juiste afstelling. En het kan nog rollen. En weer van de fiets toch nog eens proberen. En we krijgen dat hier nu fullscreen. Jammer. Dat is jammer. Ja. Hoor ze nu de fans in West-Vlaanderen zeggen, maar hou ze. Dat gedaan niet. Ja, super. Super grote teleurstelling. Je ziet het op het gezicht van Matthews, die zichzelf afvraagt hoe kan het nu gebeuren. De groten, de mannen die zich onderscheiden, de Gent van Avermaat
Nicolas Roach, die goed stand houdt met Naassen en Evenepoel daarbij. Ook wat aanpassing vergt dat beeld. Overal twee vaks. Dat kun je van het stratenpatroon onderweg naar de pater niet zeggen, hè? Nee. We zitten hier op de Ronse baan, Michel. De grote weg richting Ronse. Helemaal de duik naar beneden daar. En dan op de kruising van de Ronde van Vlaanderenstraat links richting Paterberg. We zitten wel niet verder, want volgens de uitsnijding zitten we nu aan de voet van de pater. En daar krijgen we hem in beeld. Onmiddellijk, hoeps, 18% in het gootje naast de Cotonnejasters. En naar dat middenstuk van 20%, dat is echt te krasselen en kreffelen om boven te kraken. Dat zijn natuurlijk props, bij hen gaat dat anders. Ik ben benieuwd om dat straks in die uitsnijdingen te zien. Ja, één zaak gaan ze nu in ieder geval niet moeten doen. Dat is wringen om daar als eerste rechts op te draaien, want dat is meestal toch nogal een verhaal. We hebben daar gezien vorig jaar dat Langeveld van Avermaat daar de kant in reed. Of toch een poging deed daartoe. Daar is nu geen sprake van. Krijgt Evenepoel het lastig. Of neemt hij wat ademruimte. Hier hebben we die steile bocht. Dan woeps, haaks naar boven. In de ronde staan daar paaltjes. Staan daar afbakeningen. Nadar. En dat maakt het allemaal nog zoveel lastiger. En duizenden mensen. Zoals te verwachten, hè. Koersen door de grote leegte, maar daar hebben we in deze tijden alle begrip voor. Proficiat dat u het zo gehouden hebt. Ja, en ze maken er koers van, hè. Dus het is geen spelletje. Het is echt wel koers, geloof me maar. Degenen die daar vooraan zitten, zijn degenen met de goede benen. Het is twee keer niks dit bergje qua lengte, maar het is oh zo stijl. En het is er gekomen dankzij een beenhouwer die dacht van ik wil daar een weggetje dat naar mijn woning leidt wat verharden. Ik wil daar beter en gemakkelijker op rijden. Ja, het is een privéweg, hè? Eigenlijk, aan de basis. En boven draaien we nu af bij de voorzitter van de bond, Tom van Damme. Ja. Maar die kan geen volk ontvangen, dat begrijpt u. Die kan geen volk ontvangen, die kan virtuele pintjes stappen. Virtuele pintjes. AA-pintjes. Ja. Van Avermaat is scheuten. Van Avermaat heeft een goede 38 meter genomen op Roach. Heeft hij daar al ooit zo goed gezeten in zijn ronde geschiedenis? Tot twee keer tweede, hè? Ja, inderdaad. Tot twee keer tweede, ja. Keertje derde, mocht keertje hij hierin slagen om deze editie te winnen, dat zou hem misschien toch nog de moed geven om zijn er nog dubbel tegenaan te gaan. Zijn carrière was goed. Als hij die ronde wint, absoluut. Af. Helemaal af. Is gebeten, hè? Of wat dacht u? Is getogen, ja, en gebeten heeft hem. Er zijn er weinigen die hem in de pronostiek of in de poll hebben opgenomen. Dus dat is misschien daardoor dat hij toch een klein beetje extra geprikkeld is. Alhoewel, Greg van Avermaat en extra geprikkeld. Heeft dat gelezen? Heeft dat gelezen? Zelfs de kouwer niet op mij gestemd? Dat kan hij niet zeggen. Ah, nee? Staat er niet bij wie er dat staat er niet bij wie er op hem gestemd heeft. Nog een geluk. Geef me jouw top 3. Ik had gezegd Evenepoel, De Gent, Van Avermaat. En wat had jij gezegd? Ja. Nee? De Gent, wat had jij Evenepoel, gezegd? De Gent, Evenepoel, Naassen. Van Aert. Ah, van Lassen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat Van Avermaat nu het pad aan het effen is voor zijn maatje Naassen. Ja, het is De Gent die het werk moet opknappen, hè? Ja, Naassen gaat niet overpakken. Ja, misschien straks toch wel, zo. Waar heb je nu het meest aan? Aan de animatie of aan de uitsnijding van de afziende mensen? Beide, hè. Links toch wel, vind ik. Links. Daar wordt de koers gereden. Kijk eens hoe rechtop rood zit. Ja, van aerodynamica geen sprake meer, hè. Daar heb je hier niet de minste last van. Dat is het enige nadeel misschien voor Remco Evenepoel, die normaal over een geweldige aerodynamica beschikt. Evenepoel wordt op 10 seconden gemeld. Dat is nog te doen, tenzij ze elkaar hier wonderwel vinden en tot bij Van Avermaat geraken. Dan kan er misschien een momentje zijn van relatieve stilte van de Wouden Onzin. Maar Van Avermaat, wat is die goed, zeg. Ja, dat is recht op zijn stekken, hè. Recht op de pedalen lopen. Dat is rijden voor je boterham, José, voor je schellen en dat je portemonnee. Dat is rijden voor je
schellen. Ja, je portemonnee is er op ogenblik niet bij, want hij moet inleveren, maar hij trekt het hem niet aan. Winnen is belangrijker. Maar dat kan weer opgetrokken worden, hè, als CCC overleeft. Je hebt de berichtgeving moeten even gevolgd. Wattages crimineel hoog, hè. We zitten hier in het zog van Stuiven. Kijk naar het gele frame. Dan gaan we naar Teunissen. Die zit op een dikke 300 meter van Stuiven. Daar hebben we Welles. Die komt aansluiten hier bij Teunissen. Welles is daar zo'n beetje met laveren in de achtergrond bezig. Al een hele tijd. En achter hem komt Van Aert. Dat is op 22 seconden van Welles. Niet van de kop van de koers. Ja, het kan toch nog allemaal. Zo. Er kunnen er nog wel een deel terugkomen. Doe nou. Nee, die mannen misschien niet meer. Maar daarachter is de koers nog niet gereden natuurlijk. Ja, die mannen vooraan die gaan niet van hun rollen stuiken. Hè? Normaal niet. En hoe is het met onze vriend Bettion gesteld? Alberto, kinderachter in Lugano. Consecutivo is er niet bij. Twee keer achtereen. Te overmoedig bij de start. Wat een peermispel heeft hij gekregen, hè? Ja. Maar hij krijgt straks, een bord. Een bord pasta van mevrouw Nibali. Ja, inderdaad, ja. Hij zit daar home alone op zijn woonerf, zal ik maar zeggen. Of op zijn appartement. En het is mevrouw Nibali die hem voorziet van de nodige koolhydraten. Ja, die komt dat dus leveren. Ben je daar gerust in? Ik wel. Maar of Nibali daar gerust in is, dat is natuurlijk een ander verhaal. Greg verzwakt niet. Heeft nog altijd diezelfde strakke cadans. Als dat zijn wat ze zijn, en dat moet ook zo wel zijn, dan is dat straffe kost. We zijn op 8,5 kilometer van het einde. Zijn we bezig met een herhaling van het Olympisch patroon? Ja, op een andere manier dan misschien. Laat ons hopen. Ja, wij zijn in ieder geval bezig in hetzelfde verhaal. Zie zijn verbeterheid, José. Hij bijt er zich echt dwars doorheen. Hè? Ja, dat is typisch Greg. Hè? Gelukkig staat daar in Spanje niet al te veel wind. Het is ook zijn weer. Hè? Je moet Greg van Avermaat niet in ontij op pad sturen. Nee, dat mag je wel zeggen. God, naar de 500 watt. We bereiken zo zoetjes aan de grens van de 25 kilometer. Nogmaals, we doen het over een afstand van 32 kilometer. Kijk naar de gezichtsuitdrukking van Maassen. Zijn ogen puilen uit. Ja, het is in tweede positie. Het is, ja. José, hij jaagt op zijn maat. Ja, natuurlijk jaagt hij op zijn maat. Die mannen die kunnen niet, ik ga niet zeggen niet zonder elkaar, maar die blijven het spel heerlijk spelen. Die gaan er vol tegenaan en die gaan er nog om lachen ook de volgende dagen. De Gent die focust zich ergens op een punt, getekend op de muur. Ik zie hem niet kijken naar het beeld van zijn laptop, tenzij hij dat natuurlijk op een groot scherm geprojecteerd heeft. Dat kan ook. Ja, Roger, een klein beetje achterop geraakt en naast een klein beetje voorsprong nam er de Gent daar onmiddellijk naartoe. Dus ik veronderstel dat naast een gedacht heeft van ik kan die Roger nog wel gebruiken, we pakken hem mee. En dat is nog altijd speelbaar, nog 7,5 kilometer. Ja, het is de spannendste editie. Zeg maar, moeilijker vanaf. Ze gaan er moeilijker vanaf de kilometers als je zo zit te vechten en kijkt naar waar die streep is. José, dat is de spannendste editie in jaren. Ja, absoluut ja. Absoluut, dat mag je wel zeggen. Vooral omdat er drie Belgen mee zijn. Van Avermaat. Ze komen toch kleine dichterbij. Kleine voorsprong op Naassen, dan de Gent, dan Roach. Opgelet, Roach is ooit snel geweest. Zeker in een aankomst Lichtberg op, dat is hier niet het geval. Ja, zou Van Avermaat ze laten terugkomen? Roach, of is het van moeten? Tot twee keer toe een etappe in de Ronde van Spanje. In het echt dan wel, hè? Dat zou ook een optie kunnen zijn, hè? Ze laten komen en dan even in de wielen blijven en ze dan erop leggen in de sprint. Ja, als je dan geen nieuwe demarrage krijgt, hè, van de Gent. De Gent heeft zich wat platter gelegd. Heeft zijn Urbanis klaksken ook ergens in de hoek gegooid. Ja, laat het zweet maar komen. José zou hier niet beter op pad kunnen gaan. Ik
bedoel, op die rollen op een tijdritfiets? Ja, je zou een extra steunpunt hebben. Hè. Daar had ik mij in het begin ook afgevraagd. Ja, of, dan niet iets meer, of je dan niet iets meer power kan leveren. Langs de andere kant is het zo dat je nu toch wel qua ademhaling iets bewegelijker bent. Je bent iets vrijer in je bewegingen. Je kan iets meer rechtop gaan zitten. En op die manier niet die gedrongen stijl van op de tijdritfiets. Wat toch wel voor veel renners een soort belemmering is. Hier Evenepoel en Stuyven. Evenepoel nog altijd maar 20. Dus enigszins de logica dat hij zichzelf daar op de kassei wat fout ingeschat heeft. Je ziet het dat de allure wat gedempt is. Stuyven heeft een hoger ritme te pakken, alhoewel dat van Evenepoel is ook niet mis. Stuyven volgt dus op 550 meter van de Gent. En Van Avermaat houdt het nog altijd op 10 seconden. En u ziet dat Roach en de Gent in de tijd van naast ze geplaatst worden. Op die 10 seconden. Nog 6 kilometer en 400 meter. Ja, van het einde. Dus we komen dichterbij. Wanneer hij deze bocht, straks is er zo'n bocht, als hij die gerond heeft, ziet hem heel ver in de verte de aankomstlijn liggen. Hij gaat nog eens op de trappers lopen. Is zo typisch aan hem, dat opeenklemmen van die tanden. Dat hebben we hem ook in Rio zien doen. Ook in Montreal tot de twee keer toe. En geloof me, Montreal wordt vaak onderschat. Is echt een verschrikkelijk lastige koers. Ja, om daar mee te draaien met de top. Het zijn een beetje twee verschillende wedstrijden natuurlijk. Quebec en Montreal, maar hij draait daar in alle twee mee. En wat een erelijst, is onvoorstelbaar. En de man die straks de geschiedenis in boeken gaat als de kerel die 5 jaar lang Olympisch kampioen geweest is. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Inderdaad. Door de omstandigheden, ja, enigszins gediend. Maar anderzijds, ja, die Olympische titel, die is hij wel diep gaan zoeken toen. Dat was dik verdiend. Minder dan 5 kilometer nog. Minder dan 5 kilometer. 9 voor seconden. Greg Van Avermaat, die bedachtzaam van stapel gelopen is. Niet meteen achter de Haviken aangegaan is. Wel in tegendeel. Eerder gemoedelijk, rustig aan. En dan woeps er naartoe en meedraaien en erover. Dit mag dan wel virtueel zijn. Het is in ieder geval meer dan een formidabele inspanning wat hij daar aan het leveren is. Thuis in Grimbergen. Zie ik dat juist? Absoluut. Helemaal. Naasten die is bezig met de koersen in Eerondegem. In zijn garage. Van Avermaat koerst in zijn bureau. Het neigt naar eerzin, naar waanzin, maar het is wel zo. Ze hebben hem nog altijd ginds in het vizier. Ja, dat wel. Het is maar vooruitkijken. Waar we ook schier geen last van hebben, José, dat is van een overbod aan motoren. Ja, geen omgevingsgeluid ook. De public address is hier redelijk rustig aan de aankomstlijn. Wat een zalig koersgegeven, zeg. Niks rijdt ja, in de mag weg. Je wel, ja, dat mag je wel niks, zeggen. Niks leidt tot valspelen. Ja, geen Frank Kosten, geen koersdirecteurs, geen Wouter van den Houten. Niemand. De Gent zit op 12 seconden naast hem in dezelfde tijd. Is daar nu wel goed relayeren, goed aflossen. Maar ik denk dat ze te vergeefs achter de sterke man in het oranje aanzitten. Ja, het is toch nog lang, hè, Michel. Pas op, die laatste 5 kilometer kan er nog heel veel gebeuren. Bonnet, José. We zitten nog veel dichter. Zitten we nog veel dichter? Ginds zien ze de VOT al. Waarop jij zei in Rio toen in 2016, oh nee, het is de VOT niet, zijn de rode licht. Ja, de tijd toen we nog samen mochten zitten. Verdubbeling van het verschil. We gaan naar de 17 seconden. Allee Greg, kom aan. Het spel is hier gespeeld. Nog 3 kilometer en 200 meter. Als hij dat gaat doen, als hij op zijn Bartoli zijn arm nog eens gaat kruisen, ja, dan gaat er haar op staan. U ziet dat hij in de realiteit zijn knietjes wel wat dichter houdt bij de bovenbuis. Al die mannetjes rijden in Spanje met de benen enigszins open. Het is niet meteen een fraai gezicht, maar kom, we doen het ermee. Ja, misschien een iets bredere zadel opgemonteerd, die man in Spanje.
zit constant tussen de 40 en de 45 per uur. Hè. Ook in dat zacht oplopende stukje er nu even onder. Ja, nog weer trap 21 seconden. Gaan we weer trap 500 watt rijden. Als het zo mag verlopen, mogen ze voor mij de Ronde van Vlaanderen best nog eens organiseren in september. Het mag ook oktober zijn, waarom niet begin november. De volle komt er toch naar buiten, als dat al mag. Ik ben met deze uitgave content. Oeps, ai, aanval Maassen. Maar het gaat toch voor de tweede plaats zijn, Oliver. Op 2,5 kilometer van het einde. Dan moet Van Avermaet al compleet instuiken. Ja, omzien is er niet bij, hè? Ja, 640 watt. Wat? 640. Amai. Dat wil zeggen dat Naassen nu bijna 50 haalt, hè? Bijna 50. Kijk eens naar die verbetenheid van Naassen. Niet met mij, hè, Greg. Ik wil het niet over mijn dak krijgen morgen op trainingen. We mogen die samen op pad. Hier is geen mondmasker tegen bestand, hè? Tegen wat er allemaal uitkomt bij Naassen nu. 16 seconden, 17 seconden. Hij komt van 1,22. Roach is niet ver. Zou op een seconde van Naassen zitten, is dat ook wel zo. Roach nog altijd stijfjes weg, maar hij gaat wel vooruit. We zitten bij de Gent. Thomas de Gent, dat zal voor de vierde stek zijn, want hij zit op 7 seconden van Nicolas Roach. Het is misschien wat ongepast om dat in deze barre tijden te zeggen, maar het is best plezant. Ja, Roach die terugkomt bij Naassen. Wat misschien Naassen doet, zal doen stilvallen. Als een schicht. In ieder geval, het podium is weg. Nicolas Roach was vorige woensdag de enige die op de testing de volledige afstand aflegde. Helemaal. Maar hij is er nog niet volledig bij zijn Michel, want hij moet tot in het wiel komen. Wil hem die 300 of 400 watt voordeel behalen. Dus hij moet erbij komen van Avermaet die nog altijd volle bak, maar dan ook volle bak geeft. En de kilometer voorbij is, veronderstel ik. Oei, we zijn in de laatste kilometer. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar de vod is hier blauw. De vod is blauw, ja. Ja. Nog een goede 900 meter. Nog eens op de trappers lopen. Onder de aparte vegetatie door. Zo zie je maar dat dit een meer dan speciale uitgave is geweest. Want heel veel mensen die daarop, zowel Remco Evenepoel als Thomas de Gent, gepost hadden. Deze dat man. Gaat, deze dat man. Gaat, dat gaat wat geven op sociale media. Al is hij gematigd. Hè. Het is niet wat men bij ons noemt een stoever. Het is iemand die vooral binnenin geniet. Het is een Waaslander, in Michel. Ja. Eigenlijk niet echt. Nee, ja. het is niet naar het echt beeld een Waaslander. Van jou gehouden. Ja. Hij is van Durmen. Van Durmen. En dat Durmenland, dat is toch nog iets anders. Dat is net aan de overkant. Het land aan de overkant. Het is een Ammenaar. We zijn nog eens op binnen. We zijn zo goed als binnen met Greg Van Avermaet. Heeft er lang over gedaan, maar Greg Van Avermaet wint in uitzonderlijke omstandigheden de Ronde van Vlaanderen voor de mannen vanuit in Kot. Voilà, Van Avermaet. Op 1. Proficiat. Proficiat, Greg. Chic gedaan. Uitmuntend. Ja, vooral voor de beleving om het zo diep te doen. Roach tegen Naassen in de sprint voor de tweede plaats. Tegen Naassen. Naassen geeft niet af en gaat er weer over. 1 Van Avermaet en 2 Naassen. Het is voor die mannen echt een sprookje. Pats, net naast die auto door. Ja, de parelvissers 1 en 2. Het is een dummy die dacht van ik ga ook eens meedoen, maar ben op tijd gestopt. Knappe race gereden, Oliver Naassen. Veel dieper kun je niet gaan. Hè. Ga je morgen nog een beetje voelen, niet? Dat je mensen zo gek kan maken om hier aan mee te doen. Dat is toch fantastisch. Helemaal geweldig. Hier krijgen we de aankomst van de Gent. En Thomas de Gent heeft lange tijd gedacht, ga mee zijn. Maar onze grote favoriet, enfin de mijne toch, moest voortijdig afhaken. Ja, de grote favoriet voor de Sporzapol, die moet nog binnenkomen. Evenepoel. Die heeft het wat laten varen. Hè? Er is Jasper Stuyven die naar de streep toeknalt. Gaat er toch nog een prestigesprintje uitpersen vanuit
opgesloten positie in Monaco. 780 helikopter, watt. Helikopter vliegt hier dwars door het gebladerte. Hè. Voor de fer. Voilà. De winnaar van de omloop wint niet de Ronde van Vlaanderen, maar heeft het uiteindelijk toch allemaal goed gedaan. En dank jongens voor het amusement, voor de amusementswaarde op Palmzondag in Barretijn. Ja, vooral dank voor de inzet die ze getoond hebben. Ze hebben er zeker niet met een pet naar gegooid. Ja, Thomas de Gent naar het einde die zijn pet weggooide. Hier is de aankomst van Welles. De nummertjes vertekenen het beeld zo wat. Maar goed. Als je ziet van waar we vorige woensdag vertrokken zijn en dit allemaal voor elkaar gekregen hebben samengesteld. Chapeau, de ploeg van Gunther Hergots en alle technici. Het is wonderwerk. Van Aert in zijn slotfase. Teunissen nog achter zich gelaten. De auto staat daar wel erg aan betand. Flanders Classic dacht ik te zeggen, maar dat mag ik eigenlijk niet. Er komt Teunissen binnen. Stibar moet nog binnenkomen met zijn mooi geknipte haren. En dan Betty Jol, de man van de overmoed in de beginfase. En die is hij dan toch nog bij Evenepoel geraakt? Of is die al binnen? Ja, dat is Lampaard en Stibar, denk ik. Ah ja, sorry. Ja. Lampi die en Stibu. Van, ja, die mannen van Bicool, daar moeten we voorlopig niet op wachten. Dan wordt het zou Lefevre hier kunnen meeleven? Hij zal wel moeten deze keer. Hij had nogthans drie ijzersterke pionnen. Ja, maar misschien Michel, als CCC niet doorgaat, komt Van Avermaat vrij. Ah, dit is meer dan een voorzet. Goed ingelichte bron zegt mij José dat Greg Van Avermaat door de muur van zijn bureau gereden is en nu in de badkamer terechtgekomen is. Die gaat er dan toch wel plat liggen, denk ik. Hier, onderaan, de tweede van rechts, il vincitore van de Giro delle Fiandre van Avermaat. Ja, ik denk dat Fleur daar al staat te kijken of een van de kinderen dan toch. Ja, dat zal Fleur zijn, hè. En Ellen achter het hoekje. Voilà, daar is Fleur. Je mag terecht fier zijn op je papa. Papa gaat een hele leuke paasvakantie tegemoet. Triomfator in de Ronde van Vlaanderen. Die jongensdroom vervuld. Greg gaat eens kijken wie er gewonnen heeft. Ik wil toch die uitslag eens zien. Wie heb ik allemaal uit het wiel gereden? Ja. Tot straks. Even afscheid nemen. Wij gaan ook een luchtje scheppen. Ja, we krijgen misschien nog een interview met de winnaar. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Dus blijft hij nog maar even zitten, nog wat nagenieten. Ik ben benieuwd wat Greg straks allemaal te vertellen heeft als de verbinding tenminste voor elkaar komt. Hij is ook voldaan, je ziet het, hè? Nicholas Roach. Ja, direct een berichtje sturen naar papa van ik was derde in de Ronde van Vlaanderen, dat is jou nooit gelukt. Vorig jaar als kopman van start gegaan bij Sunweb en toen dachten wij in de Vuelta was dat. Oei, moeten ze dat nog doen? Wie nam er de rode leiderstrui op de tweede dag? Deze Nicholas Roach. En dat was meteen een fel betwiste Vuelta op lastige parcoursen in de regio van Calpe. Heeft die leiderstrui toen een paar dagen gedragen. Toch een kleine samenscholing daar aan de aankomstlijn. Ja. Ja. Met iets of wat meer respect voor de afstand zou ik meer tevreden geweest zijn. Maar koers verenigd, u ziet hoe gevaarlijk het is. Als je een koers neerplant, dan komt het volk naar buiten. Maar goed, de discipline is groot geweest. Hier hebben we Wout van Aert. Rustig in de zetel. En dat is nu net de plek die Sarah net gepoetst heeft. Dus daar moet ja, maar er wel een handdoek onder gelegd, hè, Michel? Een handdoekje gelegd, hè? Ja, waar het zweet. Proper boven alles, hè? Het is Jasper Stuyven. Is ook eens even check van. Wat zijn mijn gegevens? Een beetje uitrijden.
En wat is er allemaal binnengekomen qua reacties van het thuisfront, vanuit het Leuvense, vanuit Betekom? Lampaard is gaan lopen. Die schuiten. Die zit al op zijn tractor. Ik denk dat die grote flap aan Lampaard gaat niks te doen zijn, dat hij die aan het weghalen is. Ja, die is Jan binnen takelen. Kunnen we dat meenemen wat hij zegt? Toch op de lijn met lampen gepasseerd. De altijd goed gemutste Zdenek Stipaard. Het is Mike Teunissen in zijn cooling down fase. Jongeman van 27 bij hem thuis. In de buurt van Den Bosch in Rosmalen. Ja, het stroomt reacties binnen. Vandaar herhaaldelijk een glimlach. Ja, dit was over bijna gans Europa te zien. Hè? Niet alleen op Sporza, dat is op veel andere kanalen te zien geweest. Wordt dat dan onze hoogste kijkdichtheid ooit? Dat zou zomaar kunnen, ja. Die wilde ik horen. Dat zou zomaar eens kunnen. Ze gaan ons hier misschien nog opsluiten in dat hok. Hij zit in Essen. De man van de Tsjechische Republiek. Wat is dat? Ah nee, hij is aan het drinken. Rustig aan. Een maasje. Een maasje. Een maasje 000. Alles voor de sponsors. Daar staat dat tussen Lidl en Krivit Pro. Ook dat zorgde bij hem voor voorafgaande stress. Alles netjes voor elkaar krijgen, alles perfect instellen. Zodanig dat alles naar behoren functioneerde en dat hij vooral zichzelf kon zien en meevolgen. Zoontje geniet mee. Ja, kijk, in het Tsjechisch. Meertalig. Je bent op televisie. Ja, voor oma en opa. De boodschap helemaal achteraan. José, dat vind ik wel schitterend. Hè? Proficiat, Stibu. Thanks to all our real heroes. Stay strong. Mooi. Als u contact hebt met Stibar, stuur hem duimpjes en haartjes in overvloed. En ook namens ons alle respect voor de mensen van de zorg. Hou vol. Meer en meer lege plaatjes. Het werk zit erop. Naasten zit zich af te vragen, waar heb ik het in godsnaam laten liggen? Ja, te lang naar de Greg gekeken misschien. Hè? 1 Greg van Avermaat. 2 Oliver Naasten op 20 seconden. 3 Nicolas Roach op 21 seconden. 4 De Gent op 50 seconden. Dan 5 Stuiven op 1 minuut 33. 1, 2, 3, 4 landgenoten in de top 5. 43 minuten en 17 seconden, dus beneden de 45 minuten. Dat is meer dan goed. Je zat er haast knal op in je voorspelling. Ik denk niet dat er veel wielertouristen aan moeten beginnen aan dit verhaal van Be Cool, om het op die tijd te doen bedoel ik. Ze gaan in het wat meemaken. Krijgen we ook nog een vervolg van de uitslag of is die nog in handen van de jury? Ah, Oliver Naasten is klaar voor een interview. Die gaat nog sneller spreken nu. Oliver, ik hoor dat jij mij nu hoort. Ik wil je feliciteren met je schitterende wedstrijd. Vooral ook met je jump in de slotfase. Je hebt dat voortreffelijk gedaan. We hebben er echt van genoten en ik meen dat. Maar ik moet je een moeilijke vraag stellen. Waar heb je het laten liggen? Met het terugwerken, het effect. Was er aan Greg wat te doen geweest? Ik zat naar mijn te kijken en de benen van mij ook kunnen nemen, dus denk ik niet. Zeg, Oliver, hij ging verdomd trappen. Ja, dat moet zijn. De montages komen enorm uit en hij moet redelijk in orde geweest zijn. Ja, je moet die beelden absoluut eens goed aandachtiger bekijken, want je aangezicht, dat sprak boekdelen, je kreeg de ogen van een puit.
Ik weet, Michel, of je dat weet, maar Oliver Nase komt uit het buitenkloppersdorp. Hè? Ik zeg dat niet laagdunkend, hè. Ik zeg dat met alle respect. Want ik denk dat jij nu gaat zeggen, van, het was harder dan ik dacht. Ik had eigenlijk wel gedacht dat het zo goed ging. Dat was een beetje gelijk als de rest van de letterboek. Dat is praktisch even. Maar iets minder dan we niet moeten kloppen. Dat is oké. Was jij nu op de hoogte van de aanwezigheid in dat groepje achter Van Avermaat van Nicolas Roach? Ja, maar dat is niet meer kassijn. Kijk wat die Nicolas al presteert heeft in het welzijn. Dat is niet al te goed. Ofwel moet hij met zijn telefoon aan zijn oor spreken, ofwel gaat hij dat doen. Kun je iets dichter met je telefoon aan je oor spreken, want de klank is niet optimaal? Okay. Ja, ik ga nog één vraag stellen. Ben je een tevreden man? Ja, moe maar voldaan. Oké, ik heb dan nog een vraagje. Wat ga je nu aan reacties mogen verwachten van Greg Van Avermaat zelf? Die gaat content zijn. Dat hij in deze zwarte dagen voor de koers toch iets kan winnen. De ronde. Ja. En gaat hij ook tevreden zijn met zijn secondant? Dat ben jij dan? Ik denk dat hij niet. Dat hij niet van wacht. Oké. Bedankt Oliver dat je ons na deze afpeigerende wedstrijd zo snel te woord hebt gestaan. Dankjewel, hè. Proficiat nog eens. En ook namens de mensen thuis. Knap gedaan. Hier is Greg Van Avermaat. Greg, hoor je mij? En je bent perfect verstaanbaar. Wat zei Fleur daar tegen je? Dat ze heel content was dat papa gewoon had. Ik had gezegd, papa gaat proberen winnen. En ze was er eigenlijk al de hele dag mee bezig, omdat ze het een beetje eigenaardig vond dat ik thuis was voor te gaan koersen. En ze begreep het niet echt goed. En ik ben een paar keer naar beneden gemoeten en ben je al bezig. Toen nee, straks moet papa rijden, maar ja, ze is tevreden. Je zag twee duimen de hoogte ingaan bij José de Kouwer. Dus ik neem aan dat jij ook voldaan bent. Ja, zeker. Hè. Het is een beetje eigenaardig, moet ik zeggen, om van hieruit met jullie te spreken. En ook een beetje eigenaardig om te koersen van thuis uit. Maar ja, ik heb geprobeerd om mijn best te doen. In het begin was ik een beetje verschoten van de snelheid, want op de kruisberg moet ik toch even lossen. En dan heb ik een beetje zoals in het echt alles op de pater gezet. En dan was het echt een beetje sterven tot aan de meet. Want die jongen altijd maar op 10 seconden en ik zat echt volledig aan blok. En ja, het was voor mij nog een beetje schrikken dat ik nog ging gepakt worden. Maar ja, het was net zoals echt. Zeg Greg, ik heb nu de indruk als ik jou hoor praten, hè, dat was precies echt. Ja, ik begin het ook een beetje te beseffen zo, dat het gelijk een beetje zoals een koers was. Ik was spijtig genoeg niet achter de motor rijden. En dat was vol tot op het einde. Gisteravond sloeg ik een beetje in paniek met mijn materiaal. Oei. Ik ben naar een mechanieker gebeld voor mijn koerspiloot om maar te brengen. Omdat mijn versnelling in thuis hier niet zo perfect marcheerde. Het is leuk om dit te doen. Ik denk dat we het niet moeten overroepen ook. Maar ik denk dat we ons allemaal een beetje geamuseerd hebben. En ik denk dat mijn hartslag lange tijd niet meer zo hoog geweest. Heeft dit toekomst? Wordt dit een nevencircuit? Oh ja, in deze tijden misschien wel. Hè. Ik denk dat het een heel mooi idee was om dit naar voren te brengen. We weten dat iedereen in Vlaanderen, op de hele wereld eigenlijk, houdt van de Ronde van Vlaanderen. Het is altijd een heel speciaal moment. De buitenlanders die hier komen staan ook altijd minder mond open op het plein in Brugge of Antwerpen. Het was voor mij toch deze morgen toch een beetje slikken dat het niet echt doorging. Dit is geen waardig alternatief, denk ik, maar we hebben ons misschien toch een klein beetje het volk kunnen entertainen. Greg. Wij hebben gewacht gemaakt in de uitzending. Hij pakt het zeer vakkundig en tactisch aan. Dat is dus niet waar geweest. Ik heb eigenlijk een beetje geleerd van de tegenstander. Thomas had gestuurd ook
Want blijkbaar het verschil toch op de bergjes werd gemaakt. Dat het op de vlakken heel moeilijk wegrijden was. En dat had ik toch ook een beetje in mijn hoofd geprint om eigenlijk op de klimmen echt vol te gaan. Maar ja, ik denk dat er altijd wel iets te leren valt op zo'n medium. Ik ben eigenlijk niet echt een rollerrijder. Ik ga nog altijd van het echte werk buiten. In de echte kassei, maar ja, ik denk dat het niet slecht was en ik ben natuurlijk ook blij om, om te winnen. Ah. Ga je dat nu aanzien of proberen? Kun je dat nog een keer herhalen, Michel? Jazeker, ga je dat nu aanvinken op je erelijst? Nee. Mag, hè? Ik denk dat de, ronde, de echte ronde van Vlaanderen hopelijk in het najaar gereden wordt. En laat ons hopen dat ik het op dezelfde manier kan afvinken. Oké, ik wil jou namens de mensen die allemaal verplicht thuis zitten, en die van jou genoten hebben, nogmaals feliciteren. Ja, merci. Van hieruit ook bedankt. Bedankt ook Remco Evenepoel. Hoor je mij, Remco? Ik hoor jullie. Ja, dat is, Fijn. Ah. Vertel mij doodgewoon je verhaal. Ja, ik vond het eigenlijk redelijk zwaar. Ik weet niet, ja, die Paterberg, ik zag opeens recht staan op de virtuele schermen en je dacht, ja, was die van plan? En uiteindelijk had hem toch zijn gelijk gekregen om daar zwaar door te rijden. Maar het was echt super zwaar. De resistentie was eigenlijk super zwaar op die Paterberg en ik kwam bijna niet meer aan 50, 60 cadans op een bepaald moment. Dus dat was echt stoempen en... om eerlijk te zijn is dat niet van mijn grootste kwaliteit om zo aan een lage cadans te stoempen. Dus ja, het was zwaar. Maar achteraf reed ik nog tegen de 380, 400 watt om terug te komen. Maar ze bleven maar wegrijden. Dus game over. Dan heb ik gewacht op Jasper. Je lacht. Je lacht. Je geamuseerd. Dus je geamuseerd. Ja, tuurlijk. Het was echt drie kwartier super hard. Ook een goede trainingssessie zo, denk ik. Omdat... ja, ik heb nu toch nog maar een paar dagen echt terug beginnen trainen, dus ja, de moteur was redelijk in gang geschoten na 10 minuutjes. En ik voel het nog altijd dat mijn hartslag redelijk hoog ligt. Oké. Herstel goed en dank u wel. Dank u. De volledige uitslag. Van Avermaat, Naassen, Roach, De Gent, Stuyven, dat wist hij al. Evenepoel, zesde op 1.42, Willis op ruim 2 minuten zevende. Dan Van Aert op 8, Teunissen op 9, Stibar op 10, Lampaard op 11 en Alberto Bettiol op 12 op 3.39. Dit was de rollenronde, dat was de ronde vanuit hun kot. Van Avermaat wint deze primeur. Wat de enige keer? Ik denk dat het nog wel eens terugkomt. En ik droom van een echte ronde. En ik hoop voor u allemaal dat u gezond blijft. Tot een volgende keer. Zo snel als dat kan.